President Chandrika Prasad Santokhi heeft meester Marie Mettendaf op 19 maart 2024 beëdigd als lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie. President Santokhi gelooft dat haar ervaring waarde zal toevoegen aan het Hof van Justitie, gezien het tekort aan rechters. Meester Mettendaf, met 14 jaar ervaring binnen het Hof van Justitie en eerdere verbondenheid aan het ministerie van Justitie en Politie, is vastbesloten om haar krachten te blijven geven, ondanks haar pensionering. Het ministerie van LVV organiseert in samenwerking met WUSC Caribbean een training voor voorlichters over efficiënt bodemonderzoek met digitale bodemtesters. De training richt zich op bemesting, bodembemonstering en bodembeheer. LVV streeft ernaar om 3000 landbouwers te bereiken om hun productie en inkomen te verhogen. De training zal worden afgesloten met een certificaatuitreiking. Ambassadeur Wendy Paulus Aminta heeft op 12 maart haar geloofsbrieven overhandigd aan de gouverneur-generaal van Jamaica, waarmee ze de niet-residerende ambassadeur van Suriname voor Jamaica werd. Voorafgaand aan de ceremonie werden bilaterale gesprekken gevoerd over verdere samenwerking op verschillende gebieden, waaronder sport, cultuur, landbouw, toerisme, luchtvaartverbinding, handel en investeringen.